Funix in de ochtend. Met vanaf 7 uur start met Fernando. Iedere ochtend op Funix. Dan is dit het kruisverhoor 1. Noem een goede en een slechte eigenschap van Diederik Samsom. Een goede eigenschap, hij weet echt alles. Een slechte eigenschap, daar moet ik heel erg over nadenken. Wat is een slechte eigenschap aan hem? Misschien wel dat hij zo verschrikkelijk veel weet. Want dat erger ik me weer. Dan denk ik, shit, ik moet het ook weten. 2. Van welke beslissing die je nam in je leven heb je spijt? Welke beslissing heb ik spijt? Dat ik niet eerder de politiek in ben gegaan. 3. Met welk punt uit het PvdA-partijprogramma ben je het persoonlijk niet helemaal eens? Bij dit verkiezingsprogramma heb ik eigenlijk... ik heb het allemaal heel erg goed gelezen. Dus ik kan niet zeggen dat ik het iets niet eens ben. Want anders is dat heel raar. Dan kun je niet het verkiezingsprogramma gaan vertellen aan mensen. 4. Wat zou je kunnen doen besluiten uit de politiek te stappen? Als ik tegen mijn eigen principes in zou moeten handelen. 5. Wat is de slechtste beslissing geweest van het afgelopen kabinet? Er zijn een heleboel. Ik vind bijvoorbeeld het niet willen afschaffen van die langstudeerboete, dat vind ik echt ronduit irritant. 6. Welk tv-fragment dat je ooit zag, is tot op de dag van vandaag bijgebleven? De speech van Martin Luther King, I have a dream. 7. Wie is de beste interviewer van Nederland? Fernando Holman. Dankjewel. 8. Wat is de grootste misvatting over jou? De grootste misvatting? Misschien, ja, heel veel mensen denken dat ik alleen maar altijd heel erg vrolijk ben. Maar ben ik niet altijd. Ik kan ook heel erg serieus zijn. 9. Wat is typisch Hindoestaans en typisch Arubaans? Typisch Hindoestaans is mijn geloof. Ik ben echt een gelovig hindoe. En ik bid elke ochtend. Ik doe echt mijn ding, zeg maar. Ik lees de Bhagavad Gita. En Arubaans is pastetje en cocorico. Voor welk PVV-standpunt kun je respect opbrengen? Dat is een moeilijke, want ik heb zo een moeite met hun standpunten. Dat ik niet zo 1, 2, 3 eentje kan verzinnen waarvan ik denk, nou, dat gaat misschien wel de goede kant op. Ja. Ik zei, van welke beslissing die je nam in je leven heb je spijt? Je zei dat je nooit eerder in de politiek bent gestapt. Waarom? Ja. Nou, omdat ik merk steeds meer. Ik ben er nu, hè. Dus ik bedoel, ik zit er pas 2 jaar in. En je bent warm aan het lopen. En je merkt steeds meer hoe belangrijk het is om echt daadwerkelijk dingen te kunnen doen. En heel veel mensen hebben het idee, ja, jeetje, die politiek, het is ver af, het is stroperig. Het is af en toe inderdaad, moet je wel een beetje lange adem hebben voordat dingen daadwerkelijk tot stand komen. Wetgevingsprocessen, noem maar op. Maar het is wel de plek waar je toch echt dingen gedaan kan krijgen. En kijk, ik heb een onwijs leuke tijd gehad hier bij Funix en bij het NOS-journaal en bij OHM. Maar het is toch, dat is meer beschrijvend. Als programmamaker kun je dat vertellen aan de luisteraar en dan stopt het. Als politica kan je denken, oké, hoe ga ik dit oplossen? En als we kijken naar waar je echt heel hard voor inzet, ja, de langstudeerboete. Ja. Hoe zit dat nu? Uiteindelijk was de discussie een beetje afgerond. De boete is ingevoerd en iedereen dacht, oké, deal with it. En dan zegt de politiek leider van de VVD, Rutte, zegt, we moeten af van die gehate langstudeerboete, zegt hij in een van zijn toespraken. Kort daarna zegt Buma, de leider van het CDA, van ik zorg ervoor dat die langstudeerboete weggaat. Nota bene de bedenkers van die langstudeerboete. Dus toen dacht ik, hey, nu is er een weg open. De weg is vrij om te gaan zorgen dat die langstudeerboete dan ook daadwerkelijk niet doorgaat. Want put your money where your mouth is. En dat lukt het toch niet. Daar heb ik wel een beetje een kater van. Volgende zaak.